De PVV wil de gulden terug. De partij gaat onderzoeken of de terugkeer van onze oude vertrouwde florijn een goed idee is. Zonder euro was er namelijk ook geen eurocrisis geweest, is de loepzuivere redenering van de PVV. Valt natuurlijk weinig tegen in te brengen. Sterker nog, op die manier kunnen we in no time ook een heleboel andere problemen oplossen. Kredietcrisis, voedselcrisis, klimaatcrisis. Het is dus gewoon een kwestie van het krediet, het voedsel en het klimaat afschaffen. Geen spel tussen te krijgen. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. De PVV gaat eerst nog even onderzoek doen. Hoe dat eruit gaat zien is nog niet bekend. Het enige dat we weten is dat de conclusie wat de PVV betreft ja moet zijn. Normaal gesproken bel je in dat soort gevallen dan even een Tilburgse professor voor de ontbrekende data. Maar dat zit er even niet in. En binnen de eigen geleden hoeven ze het ook niet te zoeken, want Dion Graus liet deze week zien hoe een PVV onderzoek doet. En dat was niet veelbelovend. Hij presteerde het om namens de enquêtecommissie De Wit aan een oud ABN-bankier te vragen of die bank niet genationaliseerd had moeten worden. Hij keek daar heel streng bij. En hoewel het natuurlijk slimmer was geweest als hij zich even ergens had ingelezen om te ontdekken dat dat ook gebeurd is, bracht Graus met zijn vraag wel degelijk een nieuw feit aan het licht. We weten nu namelijk, in tegenstelling tot wat sommige mensen de laatste tijd beweren, dat bankiers wel degelijk over emoties beschikken. Het gezicht van Jan-Peter Schmiedman, de ondervraagde bankier, toonde in een paar seconden diverse gradaties van verbijstering, verbazing, verwondering, verachting en verbouwereerdheid, voordat hij met een vertwijfelde grimas mompelde: bij mijn weten is dat ook gebeurd. Dat was een lieve toevoeging, bij mijn weten. Dat had hij niet hoeven doen. Daarmee suggereerde hij namelijk dat er nog een mogelijkheid bestond dat hij ernaast zat. En die mogelijkheid greep Dion Graus met beide handen aan. Nog steeds overtuigd van zijn eigen gelijk stapte hij op uit de commissie. Zijn collega's hadden namelijk kritiek gehad op zijn scherpe manier van domme vragen stellen. Waarop Dion Graus sprak: ik ben Dion Graus van de PVV en ik stel mijn eigen vragen. Lijkt mij voor iedereen beter dat hij dat ook in zijn eigen tijd gaat doen. Het is dus nog niet duidelijk, kortom, wie de terugkeer naar de gulden gaat onderzoeken, maar een slimme zet is het wel. Er zijn heel veel Nederlanders die nog steeds elke euro terugrekenen, die terugverlangen naar de tijd dat alle problemen nog 2,20371 keer zo klein waren. Daar is niks van waar natuurlijk, maar als het kiezers oplevert is Wilders nooit te beroerd om een beetje sentiment aan te wakkeren. Ik zelf denk dat hij misschien nog wel een paar stappen verder zou kunnen gaan. Waarom zouden we überhaupt nog geld nodig hebben? Zonder geld heb je immers ook nooit geldproblemen. Als je de taken verdeelt en hier en daar een beetje ruilhandel pleegt, is het volgens mij prima te doen. Er zijn nu al culturen waar mensen bijvoorbeeld gewoon met een paar families een schaap slachten en dat dan keurig onder elkaar verdelen. Misschien kan de PVV daar eens naar kijken in een onderzoek. Ik ben reuze benieuwd wat de uitkomst wordt, maar één ding is er in elk geval gelukt. Ook ik verlangde deze week hevig terug naar de guldentijd. Niet zozeer omdat er toen geen euro was, maar vooral omdat we toen nog nooit van de PVV hadden gehoord.